Hans. Maar Johan was nog bezig, nee, hè? Hans, nee, maar Hans, zeg, nee, Hans, zeg wel eens dingen, dan ja, denk ik... Weet je... Oh, je gaat nu zeggen dat ik zei, die speelt 10 jaar in het Nederlands elftal. Ja. Een jaar geleden. Dat is niet waar. Nee, dat heb ik wel gezegd een jaar geleden. Nee, je hebt 2 weken geleden iets over Van Beek gezegd. Van de Beek. Wat heb ik over Van Beek gezegd? Dat de eerstkomende 10 jaar de voorstopper van het Nederlands elftal zou kunnen zijn. Hey, Frenkie de Jong bedoel je zeker? Dan? Nee, Van Beek zei hij. Ja, maar daar ben ik niet helemaal oneens met Hans. Ik vind Van Beek ook een goede speler. Van Dijk de Ligt zou toch een perfect zijn. Van Dijk de Ligt is best. Oh, maar Van Beek die gaat dat in ieder geval ook wel... Dat is een houten Klaas. Jawel, maar een fantastische paas heeft hij, hoor. Hij heeft een fantastische trap, die Van Beek. Die legt ze echt op je stropdas neer. Ik vind het wel een goede Hans, hoor. Ja. Ik ben het deze keer met je eens. Maar, want hij is niet mijn bek krijgen. Nou, laat maar gaan. Zou je zeggen,